Gemeente en onze gasten, hartelijk welkom in deze ontmoetingsdienst hier in de Sionskerk. En ook een woord van welkom aan hen die thuis met ons meeluisteren en meekijken. Mijn naam is Henrike Knobbe. Vanmorgen gaat voor dominee Van Manen uit IJsselstein en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door Gert Hendricks en Nina Heldoorn. De bloemen gaan vanmorgen met een hartelijke groet namens de gemeente naar de heer en mevrouw Haverkamp aan de Hazelaarlaan en Margreet Reuvenkamp aan de Elsbeek. Zij krijgen van onze tekst mee uit Jesaja 41 vers 10. Wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Twee kaarten ter bemoediging op de ronde tafel in de hal gaan naar mevrouw Tonnie Boer aan de Engelsmansplaat en de heer en mevrouw Hogeboom aan de Kampenbeeklaan. Er mag tijdens deze dienst niets door u gezongen worden. Alleen zij die vanuit het liturgisch centrum de zang verzorgen mogen zingen. U hoort de liederen via de beamer. Ook mag u aan het eind van de dienst geen amen zingen. Alleen de predikant spreekt dit uit. De collectes. Als u uw gave voor de dienst bij binnenkomst nog niet hebt gegeven, kunt u dit doen na de dienst. En thuis kunt u dit doen via de kerkgeld-app. De eerste collecteschaal is voor de diaconie. De tweede schaal voor de kerkvoogdij. En de derde schaal is de doelcollecte. En die is bestemd voor de exploitatie van de protestantse gemeente Zwolle. Vergeet u alstublieft de zendingsbus ook niet. Die staat ook op de tafel. We luisteren, voor zover dit mogelijk is, staande naar het intochtslied. Uit de liedbundel 139b, opwekking 518. Wij hopen met elkaar op een fijne en gezegende dienst en wensen u een goede zondag.
Prachtig om zo te beginnen met een lied, Psalm 139, waarin het gaat over God die ons kent. Zullen wij ook een moment stil worden om ons te richten op die God? Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen nooit loslaat. Genade voor u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heer, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten hier in de kerkzaal en u thuis zat waarschijnlijk nog steeds. Vanochtend is een ontmoetingsdienst. En niets is mooier en zou mooier zijn dan dat we met z'n allen hier bij elkaar kunnen zijn. Zij het dan dat door de maatregelen nu er we hier in de zaal met 30 mensen kunnen zijn. En de meeste van ons thuis met ons verbonden zijn. En dat vinden we erg jammer. We missen u allemaal erg en we hadden u graag ontmoet ook hier in de kerk. En met de commissie hebben we gedacht, hoe kunnen we toch zorgen dat er een manier is waarop u hier een beetje kunt aanschuiven. We kunnen u niet zien, u ziet ons, maar andersom is dat moeilijker. En we dachten, misschien kunnen we iets bedenken dat we zoeken naar vragen en antwoorden. En dat de antwoorden die u geeft bij ons binnenkomen. Gelukkig zijn daarvoor allerlei technische mogelijkheden. En deze morgen wilden we gebruik maken van Menti, heet het. Als u thuis een telefoon heeft, en hier natuurlijk ook, kunt u gaan naar de website menti.com. En daar kunt u een code invoeren. En met een beetje geluk komt de code zo op het scherm. Ja. Middenboven ziet u een code als u op die website komt. En u vult die code in, 50062. Dan kunt u een antwoord geven. Het gaat deze dienst over angst. Over dingen waar je bang voor bent. En een van de dingen waar je dan het eerst aan denkt, dat zijn die kleine griezelige beestjes. 8 poten. Ik liep laatst met mijn dochter door een bos. En er was een prachtig spinnenweb met zo'n hele grote spin die daarin zat. En ik zei, kijk, mooi spin, zullen we even kijken. Maar dat kon op weinig enthousiasme rekenen. Ze was bang voor spinnen. Ik zie daar rechtsonder een 3'tje. Een 4'tje, een 5'tje. Dat zijn het aantal reacties wat binnen stroomt. Ben je bang voor spinnen? Heel erg, een beetje of eigenlijk helemaal niet. Waarom zou je bang zijn voor die beestjes? Wij zijn 1,50 meter minimaal. En hoe groot zijn die beestjes nou? Hartstikke klein. Met een beetje geluk kunnen we zo de resultaten nog in beeld zien. De reacties stromen binnen. Ik ben wel heel benieuwd wat u allemaal aangeeft. Hoe het verdeeld is. Mocht u nou geen telefoon bij de hand hebben of zo, dan kijkt u gewoon rustig wat anderen ervan vinden. Dat is ook geen enkel probleem natuurlijk. Is er een mogelijkheid dat de resultaten zo zichtbaar worden? Is er een mogelijkheid om op... Ik werk normaal nooit met een plaatjes erin. Daardoor werkt het wat anders nu. Als we op de S drukken, dan zou die het plaatje weg moeten doen.
Ah, kijk. Ja, daar is die. Niet, de meeste van u, hier en thuis, niet bang voor spinnen. Maar, toch een paar van u, erg bang, een beetje bang. Het heeft toch ook iets griezeligs. Die acht poten met al die haren daaraan. De reacties blijven binnenstromen. Je zult begrijpen dat we, om het niet al te lang te laten duren, ook zo doorgaan naar de volgende vraag. Oh, het aantal mensen die niet bang zijn groeit. Nog steeds. Zullen we doorgaan naar de volgende? Is dat een idee? Als u dan hier nog niet op gereageerd heeft, dan kunt u gewoon bij de volgende aansluiten en verderop is er weer een mogelijkheid. En dat is: ben je bang voor een groep? Ik zal nooit vergeten, dat was een interview met de oud-president van de Verenigde Staten, Barack Obama. En die sprak heel vaak grote groepen mensen toe. Dan praat je niet over 30 of 100 of 300, maar echt over stadions vol mensen. En hij kreeg daar ook training in om dan je zenuwen een beetje onder controle te houden. Want als je daar staat, je komt aanlopen. Kijk, alles went natuurlijk wel, maar die eerste keren en je ziet al die mensen voor je. Dan is het probeer je ademhaling onder controle te houden. Blijf rustig. Nou ja, al dat soort tips die werden meegegeven. En dan denk je, dit is... Als je iemand ziet op televisie, dan lijkt dat soort vanzelf te gaan. Maar dat gaat het niet. Dat is best spannend. Daar moet je voor oefenen zelfs. Heel coachingstraject was daarvoor. En de vraag is, als u nou voor een groep komt te staan, zeg ongeveer zo groot. Is dat spannend om dan je verhaal te doen? Of zegt u, nou, is dit alles? Ik sta wel voor stadions. Je weet maar nooit, het kan best zijn dat een van u daar wel eens gestaan heeft. Zullen we kijken naar de antwoorden? Niet bang. Oh, een beetje bang. Ja. Ik moet u eerlijk zeggen, ik sta wel eens voor kerkzalen, dat zal u niet verbazen. Maar als er dan een hele grote groep is, en zeker als ze dan nog zo schuin allemaal voor je gevoel je aankijken, het is toch even altijd, toch op zijn minst een beetje spannend. Ja. Dit waren twee vragen over dingen waar we bang voor zijn. En dit zijn nog kleine dingen. Over spinnetjes, over groepen. En daar kun je nog wel een soort van, als het echt hier in de weg zit, iets van training in volgen om dat goed onder de knie te krijgen. Straks in de verkondiging komen we nog een keer hier bij deze Mentimeter terug. En dan pakken we een paar andere onderwerpen waar dat denk ik wat dichter ook bij onszelf komt. En waar de onzekerheid groter is. Maar dat komt straks. Aan het begin van de dienst lezen we ook altijd een gedeelte uit de Bijbel waarin God ons de richting geeft voor wat we doen in ons leven. En ik wilde deze morgen lezen uit Galaten 5. Een beetje in het licht van de afgelopen week, waarin kerken op grond van de vrijheid van godsdienst de vrijheid hebben om met heel veel mensen bij elkaar te komen. Maar vele kerken gezegd hebben, in het kader van de veiligheid doen we dat niet. Dat past prachtig bij een woord van Paulus. En het geldt voor zoveel andere dingen in ons leven ook. Galaten 5. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Maar misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in de liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Tot zover. Over het dienen van elkaar, het omzien naar elkaar, gaat ook het lied Ik wil jou van harte
dienen. Zullen wij samen bidden dat God door zijn geest bij ons allen is als wij zijn woord openen. Zullen wij samen bidden. Heer onze God, wij komen bij u in deze vreemde tijd. Het duurt al lang, maar wennen doet het nooit. We komen samen hier in deze kerkzaal en velen van ons zijn thuis met ons verbonden. En wij voelen de afstand die we hier tot elkaar houden en de afstand die we hebben omdat er muren tussen ons in zitten en we in onze eigen huiskamers of op andere plaatsen verbonden zijn. En wij bidden u dat wij in alles en ondanks alles toch mogen ervaren dat we verbonden zijn met elkaar en met u. Omdat het uw geest is die overal op deze wereld kan zijn. Die niet gebonden is aan tijden en plaatsen. Maar bij ons allen aanwezig is. En als wij hier een moment zoeken om elkaar te ontmoeten, om elkaar te ondersteunen in de weg van het geloof, om elkaar lief te hebben, wees u dan bij ons en zegen ons. Wij bidden u dat niet alleen voor ons, maar voor al de kerken op deze wereld, die overal te maken hebben met dezelfde vragen als wij. Wij vragen u
ontfermt u zich over hen allen. Wij vragen u het in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Wij lezen deze morgen uit Matteüs 28, vers 1 tot 10. Het is het laatste hoofdstuk van het evangelie van Matteüs. En wij horen hoe de leerlingen bij het open graf komen. Na de Sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: wees niet bang. Ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier. Hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dit is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: hij is opgestaan uit de dood. En dit moeten jullie weten. Hij gaat jullie voor naar Galilea en daar zul je hem zien. Dat is wat ik jullie te zeggen had. Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. Daarop zei Jezus: wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan en daar zullen ze mij zien. Tot zover het woord van God. In de verkondiging staan we stil bij dat woord wat twee keer klinkt: wees niet bang. En daar is een prachtig kinderlied over gemaakt met dezelfde titel: wees niet bang. Je hoeft niet bang te zijn. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier en u allen thuis. Je hoeft niet bang te zijn. Wees niet bang. En dat wordt gezegd in een wereld waarin wij best vaak bang zijn. Dat begint als je klein bent. Dan ben je bang voor monsters onder je bed. Andere dingen. En daar groeien we wel overheen. Ik denk dat de meesten van ons hier en thuis niet bang zijn voor monsters onder ons bed. Maar het is niet zo dat als die angst verdwijnt, dat er dan geen nieuwe angst voor in de plaats komt. Als je ouder wordt, worden de angsten eerder groter. Denk aan zorgen die je kunt hebben op je werk en alles wat daarmee samenhangt. Zorgen die je kunt hebben over je familie, de gezondheid van je ouders, hoe het gaat met je kinderen. Ik sprak laatst iemand die waren een aantal jaar getrouwd en die vertelde over een dochter die vertelde zwanger te zijn. En toen was een moeder en die zei toen tegen de dochter: ik ben heel blij voor je, maar het is ook wel moeilijk, want ik weet nu dat je nooit meer zonder zorgen bent. Omdat je als ouder altijd bezorgd bent over hoe het gaat met je kinderen en of het wel goed met ze gaat. En dat zijn dan nog de zorgen die de meesten van ons wel kennen. En denk daarboven nog de zorgen die mensen hebben als ze werkloos raken, een zwaar ongeluk hebben meegemaakt of andere ernstige dingen op hun weg hebben ontmoet. Dan maak je je veel zorgen. En nu ook, de tijd waarin wij leven, met een virus wat deze hele wereld in zijn greep houdt, hoe zal dat gaan?
En hoe ziet de wereld eruit over 2 maanden? Of over 1/2 jaar? Of over 5 jaar? Wat denkt u daarbij? Dat kunnen we peilen. Net als met de Mentimeter van net. Want ik ben wel benieuwd, hoe ervaart u dat? Deze tijd waarin wij leven. U heeft wat meer opties dan om uit te kiezen. Als het goed is, ziet u zo in beeld iets waar u weer een getal kunt invoeren. En daar kunt laten horen wat u daarvan vindt. En u kunt hier in de kerk natuurlijk ook meedoen. En wij hopen ook dat u thuis dat meedoet. Dat geeft ons het beeld van wat u denkt daar, terwijl u daar zit. Het is niet deze, maar dat. Er zijn 2 presentaties als het goed is. Als u een moment geduld heeft, dan komt dat zo. Als u linksboven op home drukt, dan ja. Dan komt als het goed is. Deel 2, begin preek. Weet u gelijk waar we zitten. Het mooie van techniek is dat er heel veel altijd goed kan gaan en dat er ook wel eens iets minder soepel verloopt. Het zijn ook allemaal dingen die we natuurlijk in deze tijd een beetje uit moeten vogelen. Ik weet niet of u dat zelf ook ervaart in de dagelijkse dingen die u doet. In een andere tijd moet je de dingen anders doen en je bent altijd even bezig met hoe doe ik dat nu op een goede manier. Bent u bang voor de tijd waarin we leven? Voor COVID-19? Een mooi en indrukwekkend woord voor iets wat zoveel gevolgen heeft. Zoveel vreselijke gevolgen. Zowel voor de gezondheid van mensen als voor alle gevolgen die de maatregelen hebben. In de eenzaamheid die het kan betekenen. In de financiële gevolgen die mensen daarvan ervaren. Het is een ingewikkelde tijd. U ziet rechtsboven ook de code die u daarvoor kunt gebruiken. Is het idee om even te kijken naar de antwoorden die binnenkomen? Okay. Het zijn wat verschillende mogelijkheden die u heeft. Het is erg gevaarlijk nu. Vooral de zwakken dragen de gevolgen. Soms ben ik bang, soms niet. Ik ben niet zo bang. Voor de meeste mensen is het niet gevaarlijk. Of eigenlijk niet. Over 5 jaar zal alles wel weer normaal zijn. Ik merk zelf dat als ik door de supermarkt loop, dat mensen heel verschillend ermee omgaan. De een die houdt. Oh, ik wou een stap naar achter doen, maar val hier bijna van de verhoging af.
De een doet een ruime stap naar achter en houdt overal de afstand, terwijl anderen bijna over je rug heen nog iets uit het schap pakken. Zo verschillend zijn mensen en zo'n verschillende beeld hebben ze dus van wat er gaande is. De meesten van u zeggen, soms wel, soms niet. En als het al een kant op gaat, dan zitten de meesten van ons aan de linkerkant. Het is nu gevaarlijk. Het is ook niet gek en niet vreemd dat we hier met weinig mensen zijn en alle maatregelen die er genomen moeten worden. Nog één laatste vraag. Kijken. Waar ben je bang voor? Dat is een open vraag, dus u kunt met de letters iets invullen. Als je nou bij jezelf denkt, waar ben ik bang voor? Als je één ding zou moeten noemen, wat zou dat dan zijn? Een kaasje. Onverdraagzaamheid. Zelf corona te krijgen. Een vriendin te verliezen. Zoals u ziet, de antwoorden zijn anoniem. Dat betekent niet dat u gelijk uw hele hart erin moet gooien hoor. Maar als u iets twijfelt, dan weet u dat het hier niet zichtbaar wordt. Onzekerheid. Het onzichtbare virus. Je ziet, het is er, maar het is zo klein dat je het niet ziet. Een tal van onverschilligheid. Ouder en zwakker in het donker. Dat lied, je hoeft niet bang te zijn, dat eindigt in het laatste couplet ook met al gaan de lichten uit. Donker is angst, ziek worden voor de ouderen. Afschaling, medische zorg. Voor niet-corona-patiënten. Al die operaties die uitgesteld worden. Waar mensen dus lang moeten wachten. En soms bijna niet kunnen wachten. Donker. Voor eenzaam ziek zijn en sterven. Alleen te komen staan. Veranderingen. Zeker de... Op de grenzen van je leven, als het gaat over rouw en afscheid nemen en je bent dan alleen. Dat is zo moeilijk. Een tijd in het donker, ernstige ziekte. Ontwrichting, alle verschillen die het oplevert. Je hoeft niet bang te zijn. God is er en hij blijft. Je naasten te verliezen. Mensen die geen rekening met elkaar houden. Nou, u ziet, er zijn veel dingen waar we bang voor zijn. En sommige van deze dingen die we zien, die hebben veel te maken met de situatie waarin we leven. Nu, met de gezondheid. En andere zijn breder. Daar. Die gaan nooit voorbij. Alleen komen staan. Nou. Hij kan nog wel even doordraaien, denk ik. Maar ik ga ondertussen ook verder. Want te midden van al dit wat er gebeurt, horen wij die woorden van de engelen, van Jezus zelf. Wees niet bang. En ik heb mij laten vertellen dat het 365 keer in de Bijbel staat. Ik moet u eerlijk bekennen, ik heb het nooit helemaal nagezocht. Want ik denk dan, dat kost me zoveel tijd. Ik geloof het wel. En het zegt ook iets. 365 keer het aantal dagen van een jaar. Waarmee wordt gezegd, je hoeft iedere dag van het jaar niet bang te zijn. En het is nodig dat dat iedere dag tegen ons gezegd wordt. Want... wij kennen allemaal dat gevoel van angst wat je kan bekruipen.
Dat je adem slaat dicht, je maag gaat raar doen. Je weet niet zo goed waar je moet kijken. Het liefst naar beneden. En de wereld voelt strak om je heen. Het is angst. En wij kennen dat allemaal. Of we nu ouder zijn of jonger. Angst, dat kennen we allemaal. En ik wilde deze morgen drie dingen noemen waar we bang voor kunnen zijn. En ook, gelijk daarna, waarom we daar niet bang voor hoeven te zijn als we hier bij elkaar zijn in de kerk rondom het evangelie van Jezus Christus. Het eerste waar we bang voor kunnen zijn, zijn dingen die er vanuit het verleden zijn gebeurd en die we met ons meedragen. We hebben allemaal dingen uit ons leven die wij hebben gedaan of die anderen hebben gedaan, waar je van hoopt en wilt dat de herinnering daaraan klein blijft. Dat dat niet bovenkomt. En daar hoef je niet eens oud voor te zijn. Vorig jaar gaf ik een catechese-les over wat dan sexting heet. Dus dan praat je over middelbare scholen waar via de sociale media naaktfoto's rondgaan. En dat gaat natuurlijk wel niet goed. Soms dat het naar buiten klapt. En als iets eenmaal op het internet staat, dan blijft dat er. Dus als je daar het slachtoffer van wordt, heb je dus de rest van je leven altijd de angst dat er eens een keer zo'n foto van je weer naar buiten komt. Moet je voorstellen hoe dat is, ook al ben je 30, 40, 50. Dat is iets uit je verleden waar je zelf soms niks aan kan doen. En het blijft je altijd achtervolgen. En dat is maar één voorbeeld. Je kunt een keer iets hebben gestolen. Of er iets zijn gebeurd waardoor je een strafblad hebt. En altijd als je solliciteert in het werkveld wat je doet, ben je bang dat dat boven komt. Of, nou, noem de voorbeelden maar op. En het is, denk ik, oprecht zo dat hoe ouder we worden, hoe meer er van dat soort dingen zijn. Want hoe langer we leven, hoe meer dingen er gebeuren waarvan je denkt, oh, ik hoop niet dat dat ooit soort in het volle licht komt te staan. Bang voor je verleden. En dan komen we hier in de kerk, rondom de Bijbel, en dan horen wij die woorden van Jezus die zegt, wees niet bang. En waarom zou je niet bang zijn voor al die dingen die in het verleden zijn gebeurd? Waarom niet? Omdat de Heer is opgestaan. Dat lezen we hier. En wat wij daar in de Bijbel over lezen, is dat als Jezus door de dood heen gaat, sterft en weer opstaat, dat hij dan die weg niet alleen gaat, maar daarin alles wat wij met elkaar verkeerd doen, met zich meeneemt. Wij zijn daar horen we daarbij. We zijn één geheel. De weg die hij gaat, daar mogen wij met hem mee gaan. Wij worden met hem verbonden in de doop. Hoe dat dan precies gaat en werkt en zo. Nou, dat is dan de taak van theologen om daar de afgelopen eeuwen wat zinnigs over te zeggen. Maar dit, dat wat er ook is, dat met hem meegaat en er een nieuw begin is. Wat er achter je ligt, is nooit een hindernis voor wat er voor je ligt. Er is altijd een nieuw begin. Wat het ook is. Wat het gaat met Christus onder in de dood.
Dat betekent niet natuurlijk dat als wij dingen in ons verleden gedaan hebben waar we ons voor schamen en waar we oprecht schuldig aan waren, dat dat gelijk goed is. Natuurlijk niet. We zeggen niet in de kerk, alles is mooi wat er gebeurd is. Er gebeuren vreselijke dingen in deze wereld. Maar dit horen wij van Jezus Christus. Dat hij zegt, je zonden kunnen vergeven worden. Dat wat je meedraagt, dat kan afgesloten worden. Dat wat er gebeurd is, is niet een hindernis voor dat wat er voor je ligt. Er is een nieuw begin. En dat geldt voor ons allemaal. En daarom natuurlijk kun je bang zijn voor dingen die er in het verleden gebeurd zijn. En het is niet dat in één keer allemaal weg is. Maar wel dit. Er is altijd een nieuw begin mogelijk. Dat is angst voor het verleden. Het tweede wat we kennen, komt dichter bij ons. En dat is angst voor wie wij zelf zijn. Niet alleen wat je doet, maar ook wie je zelf bent. Ben ik goed genoeg? En dan hoef ik niet eens heel ver te kijken. Ik ben predikant van een gemeente midden in een coronatijd, waarin je allemaal vragen en afwegingen hebt. Hoe ga je om met mensen? Hoe zorg je ervoor dat je er voor ze bent? Ook als je niet naast ze kunt staan. En hoe doe je dat goed in een dienst? Sommige mensen hier zitten. De meeste van u achter de camera. Ik vraag vaak in mijn eigen gemeente aan het eind aan de meneer van de Kerk TV wat voor rapportcijfer ik heb gekregen. Want ik kijk altijd te veel in de kerkzaal en veel te weinig naar de camera. Want u zie ik. En u zie ik niet. U bent een zwarte rondje op de achtermuur. Ik hoop dat u mij dat vergeeft dat ik u zo zie. Maar dat is oprecht wat ik van u zie. En dan denk je, kan ik dit wel? Ben ik geschikt om dit te doen? Dat vliegt me niet iedere minuut van de dag aan. Maar het zijn wel vragen die bovenkomen. En dat herkent u misschien niet in uw werk als predikant, maar wel in alle andere vragen die je hebt. Ben ik goed genoeg als man, als vrouw voor mijn partner? Natuurlijk gaan sommige dingen goed, maar soms ook niet. Ben ik dan goed genoeg? Als ik mijn kinderen opvoed, omzien naar mijn ouders, doe ik dat goed genoeg? Als u nu familie in een verpleegtehuis hebt, doe je het dan goed in het contact wat je kunt onderhouden, zo goed en zo kwaad als het kan, in soms het balanceren tussen je eigen zorgen voor je eigen gezondheid, er zijn voor een ander, al die vragen. En dan komen daar in deze tijd misschien ook nog alle vragen bij rond geloven. Ben ik wel gelovig genoeg? Kijk, als wij geloven dat Jezus Christus de wereld heeft overwonnen, kun je dan bang zijn voor wat er allemaal gebeurt? Je zorgen maken. Ik heb wel mensen gesproken die zeggen, ik voel me zo onrustig en ik ben zo bang. Geloof ik dan wel? Geloof is toch dat je je rust en je zekerheid vindt bij Jezus. Dat je niet bang hoeft te zijn. Ook al is er oorlog en is het donker. En je kunt aan je eigen geloof gaan twijfelen. Angst voor jezelf en wie je bent. En dan zegt Jezus, en we zeggen het tegen elkaar in de kerk hier omdat we het anders vergeten. Je hoeft daar niet bang voor te zijn. Jezus zegt het zelf een paar keer. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Laat de kinderen tot mij komen. Wie het ook is en wat het ook was. Zacchaeus in de boom. Lees het evangelie door.
wie het ook was. Iedereen was welkom bij Jezus Christus. En ik wijs alweer naar de doopvond. Daar wordt tegen ons gezegd, God zegt, je bent mijn geliefde kind. Vanaf het allereerste begin dat je er was. En God kent ons wel. Hij weet wat er allemaal in ons omgaat. En hoe ons geloof schommelt. En wat we onszelf allemaal wel niet afvragen. Maar ondanks dat zegt God tegen ons, ik hou van jou en ik noem je mijn kind. Kijk, wij twijfelen aan onszelf. En we zijn misschien zelfs bang voor onszelf. Maar God niet. God is niet bang voor ons. En God twijfelt niet aan ons. Je hoeft niet bang te zijn, zegt hij. Kijk, het is niet dat we volmaakt zijn. En ook niet dat er niks, dat we geen fouten maken. Dat er iets. Maar het is niet waarvoor je bang hoeft te zijn. Omdat God ons aanvaardt als zijn kinderen. Angst voor het verleden, angst voor jezelf. En als laatste, en misschien wel de moeilijkste, angst voor de toekomst. Wat zou er in de toekomst gaan gebeuren? En heel veel van wat we langs zijn gekomen is precies dat. Hoe zal het gaan? Wie wordt er ziek? Wanneer? Wat zal er gebeuren als ik alleen kom te staan? Als ik dierbaren verlies? Want het moeilijke van de toekomst is dat je niet weet hoe het is of wat het zal zijn. Kijk, het verleden kan vreselijk angstig zijn, maar je weet tenminste wat het is en waarvoor je bang bent. En je kunt onrustig zijn over jezelf, maar je weet dan tenminste waarover dat is. Maar de toekomst, dat weet je niet. Hoe het morgen gaat zijn, of volgende week, of over een maand. En je hebt dan van die mooie uitdrukkingen als life happens when you're making plans. Zo, het leven gebeurt terwijl je je plannen maakt, maar het gaat toch altijd anders. En dat klinkt heel mooi en warm, dat het leven toch altijd weer zijn eigen kant gaat. Maar dat maakt het ook precies zo angstig. Je maakt je plannen, maar het leven gaat wel zijn eigen weg. En daardoor heb je het niet in de hand en denk je, hoe zal het gaan? En daarom raakt dat ons het meeste. Waar zijn wij volgend jaar? Hoeveel mensen zullen hier zijn? Wie leeft er nog om ons heen? En staat er nog genoeg geld op de bankrekening? Kan ik naar school? Kan ik een diploma halen? Mijn stage afmaken? Wie zal het zeggen? En dan praten we nog alleen over dit. Hoe zal het gaan verder in de wereld? Als je kijkt naar Amerika, Brazilië, China. Hoe zal het gaan? En dan zegt Jezus Christus, toen en nu, wees niet bang. Je weet niet wat er komen gaat en wat de toekomst brengt. Maar ik zeg je wel dit, wees niet bang. Want wat er ook gebeurt en wat je ook verder zult meemaken, weet dat de toekomst in mijn handen ligt. Ik ben gestorven en ik ben opgestaan. Ik heb de dood overwonnen. En God belooft ons niet dat het een weg is die aan de dood voorbij gaat. Of aan alle andere moeilijkheden die wij tegen kunnen komen. Maar wel dat het uiteindelijke woord over ons leven en over deze wereld en over alles wat er gaande is, ligt in de handen van Jezus Christus. Die is gestorven en is opgestaan en die tegen de vrouwen en de leerlingen zegt, je hoeft niet bang te zijn. Ik heb alles overwonnen.
Dat zie je nu nog niet. Maar er komt een dag dat alle machten, wat het ook is, aan mijn voeten ligt. En ik het laatste woord zal spreken over deze wereld, over je leven en wat er zal gebeuren. En daarom zegt hij, wees niet bang. En zeggen wij het tegen elkaar midden in deze tijd. Wees niet bang. Natuurlijk gebeurt er veel. En natuurlijk maken we ons zorgen. En natuurlijk hangt er een dreiging in de lucht. En natuurlijk is het moeilijk. Maar het laatste woord wat gesproken wordt, zal het woord zijn van onze Heer, Jezus Christus. En daarom zeggen wij, te midden van alle storm in de tijd, tegen elkaar, wees niet bang. Niet voor wat er achter je ligt. Niet voor wie je bent. En zelfs niet voor de toekomst. Omdat het Jezus Christus is die het tegen ons zegt. Wees niet bang. Vandaag niet. En morgen niet. En overmorgen niet. En alle dagen van je leven. Wees niet bang. Amen. Wij vallen soms diep, als persoon en als deze wereld, maar we zijn niet bang omdat God ons altijd weer omhoog heft. Daarover gaat het lied, You Raise Me Up. Wij kijken daarnaar. Ik ben sterk wanneer ik op uw schouders sta. U tilt mij op. Veel muzikanten die daar meegewerkt hebben, nu zult begrijpen en ook merken, dit is natuurlijk gemaakt in coronatijd, als alle mensen op hun eigen plek de muziek maken en dat dan via de video editing wordt samengevoegd. Dat de dood dichtbij is, dat weten wij altijd. Deze morgen is het extra dichtbij omdat twee mensen uit ons midden zijn overleden. Mag ik u vragen om te gaan staan hier in de kerkzaal en nu thuis, als u ook een houding aanneemt waarin dat past. Op zaterdag 3 oktober is overleden mevrouw Geertje Blom, Eikenaar, G. Ze was 85 jaar en ze woonde aan de Zijpen 59. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden afgelopen woensdag 7 oktober in uitvaartcentrum Kranenburg. En aansluitend was de begrafenis al daar. Twee dagen later, maandag 5 oktober, is overleden de heer Martin Nanko Jonker. Hij werd 82 jaar. Hij woonde aan de Bremerstraat 27. En de afscheidsdienst heeft gisteren, zaterdag 10 oktober, plaatsgevonden. En aansluitend was de begrafenis in besloten kring. In vrede leg ik mij neer. En meteen slaap ik in, want u, Heer, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis. Psalm 4. Zullen wij een moment stil zijn om hen te herdenken? Het zij wij leven, het zij wij sterven, wij zijn van de Heer. Gaat u zitten. Zullen wij samen bidden en danken. Heer onze God, wij danken u voor uw woord. Voor het licht dat uw opstanding brengt in deze wereld en voor de woorden die u daarbij spreekt. Wees niet bang. En u kent ons en u weet wat we met ons meedragen, wie we zijn
waar we ons zorgen over maken. Hoe de adem ons omstokt in de keel. Wij bidden u. Werk door uw geest in ons leven. Te midden van alles wat er speelt, dat wij rust in die woorden mogen vinden. Dat de adem ons minder stokt. En dat de greep van de angst losser wordt. En we vrijer kunnen leven. Omdat we weten dat u er bent. Dat u van ons houdt. En met ons meegaat. Door de hoogte en door de diepte. Wij bidden u dat voor allen om ons heen, waar de angst opspeelt. En ook waar de angst wordt omgezet in roekeloosheid, als het toch allemaal niet meer uitmaakt. Wij bidden u voor hen, dat wij troost mogen vinden in uw woord, in uzelf, in uw nabijheid. En te midden van dat verstandig leven in deze tijd. Wij bidden u voor alles wat we daarin tegenkomen. We denken aan de zieken om ons heen. Aan hen die kwetsbaar zijn. De ouderen onder ons. De mensen met onderliggende klachten. Wees bij hen. Wij bidden u voor alle mensen die werken in de zorg, het onderwijs, allerlei andere beroepen waar mensen veel contact hebben met anderen. Wees bij hen en geef hen de kracht en de moed om door te gaan. En zegen hen in het werk wat ze doen. Wij bidden u voor onze overheid. Geef hen de wijsheid om verstandige beslissingen te nemen tussen voorzichtigheid in en de dingen die door moeten gaan. Wij bidden u voor hen die in deze tijd in het bijzonder getroffen worden door verlies. Wij bidden u voor de nabestaanden van meneer Jonker. Voor de nabestaanden van mevrouw Blom, Eikenaar. Troost hen in het bijzonder. Nu zij verder moeten zonder hun geliefde. En ook in deze tijd, als het samen zijn, het samen verdriet ervaren, zo onder druk staat, laat hen ervaren dat u bij hen bent. Wij bidden u voor deze wereld en alles wat daar verder gaande is. Aan zorgen, aan onrust, aan honger en oorlog en drijving van geweld. Ontfermt u zich en geef vrede. Heer, hoor ook naar ons als wij in de stilte van dit moment ons persoonlijk gebed voor u neerleggen. En onze gebeden komen samen in de woorden die u ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. U heeft de mogelijkheid om uw gaven te geven via alle digitale middelen die daarvoor zijn. En u kunt het ook straks in de schalen doen die daar staan. En thuis kunt u dat digitaal vast ook doen. En ondertussen, of daarna, luisteren wij naar het slotlied Stil mijn ziel, wees stil. Zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht.
de zwartste nacht verdwijnt, wanneer het licht doorbreekt. In dat vertrouwen mogen wij weer van hier gaan, de toekomst van onze God, tegemoet. De almachtige en barmhartige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, hij zegen u en hij behoedt u. Amen.